Over 2 weken, ander hoogtepunt in de maand mei, het Eurovisie Songfestival. De Nederlandse afvaardiging bestaat dit jaar uit het duo, ik moet het goed voorlezen, Mia Nicolai en Dion Cooper. Maar na de eerste 2 openbare optredens heeft niemand er eigenlijk vertrouwen in. Ze zingen namelijk vals, ze zijn onbekend. En Jan Smit vertrok uit onvrede uit de selectiecommissie van AVROTROS. Bij mij aan tafel is aangeschoven directeur van AVROTROS, dat is Erik van Stade. Meneer van Stade, ik zeg maar gewoon eerlijk, we hadden hier liever natuurlijk Dion Cooper en Mia Nicolai zelf aan tafel gehad. Ja. Echt waar, ja? Ja. U wilde die 2 achter een microfoon hebben. Ja, eigenlijk wel, ja. Nou, dan bent u wel zo ongeveer de enige in Nederland. Je zult begrijpen dat ik hier zit en dat wij bij AVROTROS proberen om het aantal minuten achter een microfoon van die 2 tot een absoluut minimum te beperken. Ah, dat bedoelt u. Voor de mensen die het eerste optreden nog niet hebben gehoord. Maar tegen die mensen zou ik willen zeggen, hou er zo. Nou, we gaan toch even luisteren naar een fragment. Oh, god, gaan we. Meneer Stade, het fragment is voorbij, hoor. Oké. Meneer Stade, het gaat u aan het hart zo te zien. Dolf, ik ben nu bijna 10 jaar directeur van AVROTROS. Ja. En kijk, het is natuurlijk zo dat je als directeur... Ja, als directros, hoor je wat ik zei? Ja, zeker. Directeur van AVROTROS, bovengemiddeld veel wordt blootgesteld aan kutmuziek. Dat spreekt voor zich. Dat is gewoon een feit, dat weet je als je eraan begint. We organiseren jaarlijks het muziekfeest op het plein. Dan geven we doorgaans een podium aan aanstootgevend slechte artiesten. Maar zo beroerd heb ik het zelfs nog nooit meegemaakt. Meneer Van Stade, waar is dit in hemelsnaam misgegaan? Ja, ik weet het oprecht niet. Al sla je me dood. We dachten of we waren die Duncan Lawrence toch een leuke jongen, of hij die nog iemand weet. Nou, en toen kwam die met deze 2 stoethaspels aan. We waren bij AVROTROS, moet ik eerlijk bij zeggen, meteen onder de indruk, want ze hadden dus een Engelse naam. Mm-hmm. Ja, wel onder de indruk van hun namen. Ja, dat zijn we niet gewend natuurlijk, hè. Ieder artiest waar wij normaal mee te maken krijgen klinkt als een loodgieter dat ze Delft. Tino Martin, Janne, zanger Wesley. Die laatste heeft zelfs voor de zekerheid zanger in zijn naam gezet. Anders weet je gewoon niet of hij een moppie voor je komt zingen of je looie leiding komt vervangen. Hey, dus reizen Mia Nicolai en Dion Cooper voor Nederland naar Liverpool. Ja, ook dat nog. Liverpool, Dolph. Oekraïne had gewonnen. Dus ik dacht nog, prima joh, stuur die 2 naar Bakhmut. Hebben ze daar ook eindelijk een luchtalarm? En toen bleek het in Liverpool te zijn. Dus. Ja, Liverpool, ja. Je schaamt je toch dood? Stad van de muziek, de Beatles, meer stemmigheid. En wat sturen wij? Duo Toondoof. De Beatles draaien zich om in hun graf, wilt u maar zeggen. Nou, we kunnen alleen maar hopen dat dit niet het laatste zetje is voor Paul McCartney. Waar is het misgegaan? Jullie zijn ook de omroep van de beste zangers van Nederland. Ja, dat programma heet al een tijdje alleen nog beste zangers. Dat is ook niet voor niks natuurlijk. Dat zijn al lang niet meer de beste zangers van Nederland natuurlijk. Dus u heeft de titel veranderd omdat de beste zangers van Nederland op waren? Ja, beste zangers heet het nu dus. Maar ook niet omdat de beste zangers meedoen. Die titel, weinig mensen weten dat. Maar de titel van het programma slaat terug op de aanhef van de mail die we ze sturen. Die begint met... Als het goed is, hebben we telefonisch contact. We hebben telefonisch contact met Dion en Mia. Oh, god, staan we bij. Ja, Dion en Mia, horen jullie mij? Ja. Hoi, ja, dat zijn ze. Ik vind het niet normaal. Hi. Hi. Hallo. Hallo, Dolf. Hallo. We zijn bij zangles. Ja. Goed, even heel kort. Gaat het goed komen op het Songfestival? Ja hoor, Dolf, maak je geen zorgen. Maar er zijn wel wat problemen met de techniek. Problemen met welke techniek? Met onze zaaktechniek! Ja, die is heel kut! We bleken helemaal niet te kunnen zingen! Nee, dat wisten we ook niet! Nee. We hebben het nog nooit gedaan! Okay. Ik, helder, ik hou je niet langer af van de zangles. Heel veel succes! Ja. Ja, dank u. 1 punt op meneer Van Stade. Deze week werd ook bekend dat Jan Smit uit onvrede uit de selectiecommissie is gestapt. Hij keert niet meer terug. Ja, kijk, het hele verhaal heeft ook positieve kanten natuurlijk. Zou ik het ook zien. En het onderstreept maar weer, hè, dat we echt een heel groot probleem hebben. Want? Nou, als Jan Smit zich ergens van terugtrekt met een beroep op de goede smaak, dan is er echt wel wat aan de hand. Maar hoe nu verder? Heeft u als AVROTROS nog vertrouwen in Dion Cooper en Mia Nicolai? Ja, daarvoor ben ik gekomen, want ik wil nogmaals even 1 keer heel duidelijk maken. Wij staan als AVROTROS vierkant achter Dion en Mia. Waarom? Dat zal ik u vertellen. Als je achter ze gaat staan, dan hoor je ze dus niet zingen. Heel goed, dank u wel. NPO Radio 2.